Na een prachtige oranje zomer met veel mooie sport gaan we nu weer naar de regionale en lokale voetbalclubs voor de aftrap van het nieuwe seizoen. We gaan kennis maken met alle nieuwe selectiespelers binnen de standaard elftallen en uiteraard krijgen we ook even de trainers aan het woord, de hoofdtrainers, over de verwachtingen en hoe de voorbereiding is geweest. Ik ben Bink Beusink. Wat is je leeftijd? Ik ben 17 jaar. En waar of op welke positie ga je spelen? Ik denk dat ik voornamelijk op middenveld ga voetballen. Je komt bij de eigen jeugd van Lievelde? Ja, dat klopt. En wat verwacht je van het nieuwe seizoen? Ik hoop natuurlijk op minuten te maken. Ik heb vorig jaar mijn debuut gemaakt. En dan hoop ik dat ik dit jaar nog meer minuten ga maken. En wat zijn je specifieke kwaliteiten als je mag zeggen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik vooral in de lucht sterk kan zijn en slim misschien mijn lichaam kan gebruiken eventueel. Jesse, hoe oud ben jij? Ik ben 18 jaar. En voor welke positie ga jij hier spelen? Ik kom hier vanuit om in de aanval te spelen. Je komt ook vanuit de jeugd hier? Nee, ik ben afgelopen jaar vanaf Longa overgekomen. Dat is je clubverleden? Ja, mijn clubverleden, ja. En wat verwacht jij hier in Lievelde te kunnen betekenen voor deze club? Ik hoop gewoon een beetje nieuw bloed erin te brengen. Jonge jongens, mooi jong team. Daar ben ik zelf ook een van de jongeren. Ik denk dat we een mooi jong team om een mooi iets nets gaan zetten dit seizoen. Wat zijn je specifieke kwaliteiten als je het zelf zeggen mag? Ik denk dat ik vooral technisch ben en qua snelheid wel veel kan brengen. Voor welke positie had je gezegd? Op de flanken kan ik wel terecht. Ja, links of rechts, dat maakt niet zoveel uit. Hoofdtrainer hier van Erix, Jeroen. Hoeveelste seizoen ga je in? Ik ga mijn tweede en laatste seizoen in. Okay. Laatste seizoen, zeg je. Wat is daar de reden van? Met Erix een afspraak. Ik ben 2 jaar geleden gevraagd en gezegd van ik wil minimaal 1 jaar doen. Kijken wat het wordt. En uiteindelijk gezegd van mocht het goed bevallen, dan gaan we nog 1 jaar door. En dan moeten jullie een andere trainer zoeken. Nou, goed bevallen is het zeker, denk ik, want je bent gepromoveerd. En in welke klasse ga je nu voetballen? Wij gaan nu naar 4C toe. En wij hebben vorig jaar in de 5e klasse gevoetbald. Nou, ons doel was, toen ik een contract tekende, waren we nog 4e klas. Toen werd het 5e klas. En vorig jaar doelstelling uitgesproken, jongens, we moeten eigenlijk gewoon promoveren of kampioen worden. Dat lukte ons op 1 punt na niet. Rekken die was ons een punt voor, zeg maar. En in de na-competitie, dat hebben jullie kunnen volgen, zijn we uiteindelijk tegen Nede. Na penalties zijn wij 4e klas geworden. En ja, dat is een mooie uitdaging om dat in mijn seizoen, ter afronding, om hier een goede, stabiele 4e klasse van te maken. We zijn nu in de voorbereiding bezig. Er liggen hier allemaal ballen, hesjes en toestanden. Die jongens die moeten ze dadelijk flink aan de bak, denk ik. Hoe is je voorbereiding tot nu toe verlopen? Ik heb eigenlijk dezelfde voorbereiding gekozen als vorig jaar. Weinig wedstrijden, maar veel trainingen. Dus ik kies eigenlijk tot aan het Oostgelder toernooi, dat aankomende zondag is. Kies ik niet voor wedstrijden, maar kies ik alleen maar voor trainingen. Omdat jongens nog weg zijn op vakantie enzovoorts. Maar die trainingen zijn wel heel intensief. Dus zondag gaan we de eerste wedstrijd spelen. Dan 3 bekerwedstrijden en dan zijn we klaar voor de competitie. En zo hebben we het vorig jaar ook gedaan. En wat verwacht je daar dus dan van aankomend jaar? Als je heel eerlijk bent, dan zie je dat er een aantal teams ook vorig jaar al meegedraaid hebben om de koppositie. Vorig jaar was Gendringen volgens mij bij uitstek het beste team van die klasse. Daaronder zaten Doesburg en daaronder zat SV Dinxperlo, daaronder zat Angelo. Pax niet te vergeten. Ja, die ploegen die gaan wij nu treffen. Dus ja, hoe leuk is dat om daar tegen te voetballen? Dat zie ik echt als een uitdaging, maar ik zie ook wel dat wij zullen ons echt moeten gaan wapenen. Nou, dat wordt natuurlijk zeker dan een uitdaging. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Wij komen ongetwijfeld jullie nog een keer volgen en bekijken. Nu al veel succes dadelijk met de training. Dankjewel, dat gaat zeker lukken. Simon, hoe oud ben jij? Ik ben 20 jaar. En voor welke positie kom jij hier spelen? Ik ben keeper. Ja. En van welke club kom jij? Ik kom van FC Winterswijk. Dus dat is je clubverleden. Wat verwacht je bij deze club te mogen doen? Ik kom hier om te keepen, dus dat verwacht ik ook. En in welk team dat zal zijn, weet ik nog niet. Maar ik ga de strijd aan onder de lat voor het eerste. Ja. Hartstikke goed. En nu heb je de voorbereiding al. Heb je al een keer gekeept? Ja, we hebben afgelopen zaterdag een oefenwedstrijd gehad tegen Grol. We hebben de tweede helft gespeeld en 3-1 gewonnen. 0 gehouden? Nee, dat niet. We hebben eentje tegengekregen. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes hier bij de club. Dat gaat zeker goed komen, toch? Ja, dank u wel.
Milan, wat is je leeftijd? Ik ben 19 jaar oud. En wat is je positie zo dadelijk hier? Nou ja, ik hoop natuurlijk om het eerste te behalen. Ik moet nog wel strijden tegen andere jongens. Maar ja, de beste wint uiteindelijk. Maar ik ben de keeper. Hoop ik natuurlijk keeper te worden van het eerste. Kijk, hartstikke goed. En wat is je club verleden? Nou, ik heb lange tijd in de jeugdopleiding van Meddel gelopen. Ik ben ook nog langs Longa geweest. En vorig jaar heb ik nog een jaartje bij Winterswijk gezeten. Maar nu weer terugkeren naar Meddel. Kijk, toch op het honk weer terugkomen. Ja, en hoe is de voorbereiding gegaan tot nu toe? Nou, ik heb maar één training meegedaan. Maar ja, dat had eigenlijk. Dus ja, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Wat verwacht je ervan dit seizoen? Nou, ik hoop gewoon dat het een heel leuk seizoen wordt. En we hebben leuke selecties hier, leuke jongens, leuke trainers. Dus ja, ik verwacht gewoon veel plezier en goed voetbal. Dat is het allerbelangrijkste, hè? Veel plezier. Zeker. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Hartstikke bedankt met deze bijdrage en hou de nul zo lang mogelijk. Ja, dat doe ik mijn best voor. Bjorn, we staan hier in Meddel, de hoofdtrainer van Meddel. Voor de hoeveelste seizoen ga je in? De tweede seizoen. Ja. Oké, en nou, je bent al lekker bezig met hoe is de voorbereiding gegaan tot nu toe? Weinig druk erop. Heel veel 1-2 samen. Dus best wel in de aantallen zit je dan direct. De trainers van twee waren ook nog niet allemaal aanwezig van de vakantie. Dus we hebben het even op de grote bult gegooid de eerste week. We zijn vanavond voor het eerst gesplitst. Bij tweede hebben ze nu 9 man. Daar kunnen ze wel wat mee. En we hebben, zoals je kunt zien, de boel redelijk compleet vanaf vandaag. Ja, dan, je bent er nog niet helemaal uit om hoe de selectie samen wordt gesteld, denk ik dan. Nee, het is wel goed om iets te veranderen. Het is best wel intact gebleven. Alleen onze keeper, Chad Weber, is gestopt. We hebben twee jongens, die hebben we net gesproken, voor teruggekregen vanuit de FC Winterswijk. Wie daar, en we hebben nog Joel vanuit onze tweede elftal, die gewoon voor het eerst mee gaat draaien. Dus wie dat uiteindelijk gaat worden, dat is... Moeten ze nog uitmaken met z'n tweetjes, hè? Of met z'n drieën? Zelfs, ja, ze krijgen allemaal een eerlijke kans. En er zijn nog twee jongens die vanuit de tweede aangesluiten, maar die zijn wel bekend bij het eerste. Dat is wel een luxe drie keepers, toch? Dat is overdreven, ja. Ik ken die twee jongens van Winterswijk natuurlijk niet echt als keepers. Ze hebben afgelopen jaar allebei al meegedraaid op de dinsdag en op de donderdag. Ze kunnen wel keepen. Maar ja, de chat was een heel ander kaliber. Wat verwacht je van het nieuwe seizoen? We gaan iets prestatiever denken. We hebben afgelopen jaar zijn natuurlijk gedegradeerd uit de vierde klasse. En voor mij was alles nieuw. Ze moesten weer plezier terugkrijgen in het voetbal. En weer allemaal opnieuw leren. Niet leren voetballen, dat kunnen ze wel. Maar hoe willen we het aan gaan pakken? We willen uiteindelijk wel terug naar de vierde klasse. Maar dat moeten we wel doen wanneer we er klaar voor zijn. Maar de afgelopen jaar, als we het enorm hadden geforceerd, best kampioen kunnen worden. En we ook via de na-competitie nog wel kunnen promoveren. Ik weet niet of deze groep al nu klaar was geweest om het heel comfortabel te hebben in de vierde klasse. Dus wat dat betreft is prima. We waren er niet voor weggelopen. Maar ik denk als wij dit seizoen ons door blijven ontwikkelen, dat we volgend jaar wel klaar zijn voor de vierde klasse. Ja, dan moeten stappen gewoon gemaakt worden, toch? Ik wil zeggen, de twee die boven jullie stonden afgelopen jaar, die zijn er sowieso uit. Dus alle kansen voor Meddel, toch? Neerde staat ook nog tussen. Die heeft het dan net niet gered tegen Eriks. Dus ik denk dat dat een ploeg is waar we mee af moeten zien te rekenen. Is voetballend misschien wel iets sterker dan wij. Wij zijn wel wat specialistischer voorin vooral. Dus dat wordt wel spannend. En ik weet niks van, ik weet wel wat van Diepenheim, maar ik weet niet hoe zij zich verhouden in onze afdeling. En hoeveel vooruit. En dan mis ik er vast nog één of twee. Nou, in ieder geval bedankt voor deze bijdrage. Heel veel succes met je nieuwe seizoen. We komen ongetwijfeld jullie nog een keer volgen. Dat is mooi. Bedankt in ieder geval.